Okensi, beetje ruimte voor hem. Van Akker. Voorzet voor Oulare. Binnen. 0-1 Lierse. Obi Oulare. Met zijn eerste doelpunt van de competitie. Puur op kracht. Voor zijn man gekomen en binnen getikt. Even druk zitten. Goeie voorzet van Akker. Uit de draai. Kijkt niet, weet waar Oulare moet op. Die wel een Simba althans. Nou, zitten we bij Ridwan Barki. Goeie bal is dat voor Marzo. Voorbrengen, Lalma binnen. 1-1. Nou, uitstekend uitgespeeld door Dinder. Mooi patroontje. Het is met een lange bal, maar bon. De bal van Barki voor Marzo. Die brengt hem voor. Dat is gewoon een goede goal. Nou, prima van Ruissen. Bal gerecupereerd op de helft van Lierse. Simba gaat aan een actie beginnen en doet dat prima. En Simba, eentje te veel misschien. Allemaal trappen en Teukens. Nou, Dender dat meteen door probeert te drukken. De Bruin die afhaakt. Het is een beproefd recept, maar uitstekend werk van Rode. En Simba moet hem krijgen. Simba omspeelt Teukens en moet dan nog voorbrengen. Lalma schiet hem tegen de paal. Hij schiet hem tegen de paal. Het was perfect. Balletje voor Hens. Nou, is goed gevoetbald. Maar zo. Lalma, knap gedaan. En dan redding van Teukens. Geweldige aanval van Dender. En uitstekend gepakt door... Foutje van Klaas was dat op Hens. Lalma, goede controle en trappen tegen de paal. Prima actie van... Makkelijk weggezet door goal. Van Akker. Schouterde. Voorzet richting Oulare. Het is Ragol. En dan de trap van Klaas. Schitterende goal. Schitterende goal van Glenn Klaas. En zo de voorsprong voor Lierse. En dat zal zuur aankomen bij Dender. Zeker als je de kansen vanuit de eerste helft. Voorzet is goed van Schouterde. Wordt weggekopt door Ragolle. En ja, Glenn Klaas staat daar helemaal alleen. En krijgt een afvallende bal. Een speler met zijn traptechniek moet je zoveel ruimte en tijd niet geven om dit te doen. Want dan kan hij wel eens tegen de touwen hangen. En zo geschieden. Helemaal alleen daar in het halve maatje. Zie. Zij wordt eruit gehaald. Nou, dan komt die hoekschop. De bal blijft even hangen, maar wordt wel goed weggewerkt. Tarfi. Ja, hij mag je niet laten schieten vandaar. Tarfi, redding Gies. Ja, tegen Patro deed hij het ook. Ja, het is wel zo dat sinds de voorsprong Lies heel weinig heeft weggegeven. En nu misschien wel een kans voor Dender. Hij duwt hem ver voor zich uit. En Simba gaat hij scoren. Hij schiet er binnen. 2-2. Net op het moment dat ik het zeg. Ja, ze creëren eigenlijk weinig in deze tweede helft. Maakt Broenje Simba er 2-2 van. Nu nog pushen voor die derde. Of gaat Lies toch nog eens op voorsprong komen? Boudoui heeft dat gezien. En heeft de fluit al... in de mond. Dus einde van de wedstrijd. 2-2. Daar zal vooral Lierse tevreden mee zijn. Of misschien toch ook met een beetje een dubbel gevoel naar kijken. Omdat ze twee keer...